geallieerde invasie begon tegen Nazi-Duitsland. De plechtigheid op het Normandische strand werd bijgewoond door veel staatshoofden, onder wie koningin Beatrix, hier lopend naast president Reagan. Verder waren er de Britse koningin Elisabeth, de Franse president Mitterrand en de Canadese premier Trudeau. Het gezelschap stond korte tijd stil bij het monument op het Utah-strand, een van de plekken waar de geallieerden 40 jaar geleden landden. Daarna ging men naar een platform waar president Reagan een toespraak hield. Hij deed daarin nogmaals een beroep op de Sovjet-Unie. Een verzoening met de Sovjet-Unie zouden we graag willen, want samen kunnen we het oorlogsgevaar verminderen, zei de Amerikaanse president. Op het strand stonden afvaardigingen opgesteld van de troepen die in 1944 deelnamen aan de invasie. Daarbij was ook een delegatie van de Prinses Irene-brigade. De korting op de WWV, de uitkering voor langdurig werklozen, gaat niet door per 1 juli. Dat bleek bij het debat in de Tweede Kamer. Den Haag, Gerard van der Wulp. Ja, daar bleek vandaag dat het kabinet zich niet kost wat kost zal verzetten tegen de wens van de Kamer om de korting op die WWV niet door te laten gaan. En dat ontzien van de langdurig werklozen is een wens van het CDA, de regeringspartij, en van de linkse oppositie en samen vormen ze een kamermeerderheid. Staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken vanmiddag over zijn kortingspakket. Door daar nu de WWV'ers uit te lichten, wordt aan deze benadering afbreuk gedaan. Dit nog afgezien van het besparingsverlies van 75 miljoen in 1984. Vrij negatief is de staatssecretaris dus, maar achter de schermen is inmiddels al afgesproken dat het kabinet die Kamerwens niet onaanvaardbaar zal verklaren. En dat betekent dat de Kamer morgen, bij de eindstemmingen, de korting op de WWV voor dit jaar definitief zal verwerpen. De Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM gaat zijn industrie buitengaats fors uitbreiden. Vandaag werd in Velzen een speciaal daarvoor ingerichte offshore basis officieel in gebruik genomen. Nu wordt van hieruit materiaal verscheept voor 7 productieplatforms van de NAM. Maar binnen 6 jaar zal dat voor 20 platforms in de Noordzee gebeuren. De NAM wil jaarlijks voor een bedrag van 1 miljard gulden gaan investeren in de buitengaatsactiviteiten. En dat betekent extra werk voor de sector waar nu meer dan 20.000 mensen werken. De basis in Velzen geeft werk aan 4.000 mensen in de naaste omgeving. Kamerleden Nijpels, Eversdijk en Van der Hek van VVD, CDA en PvdA hebben vanmorgen tevergeefs geprobeerd 5.000 handtekeningen aan te bieden bij de Russische ambassade. Die handtekeningen werden verzameld uit protest tegen de behandeling van de Russische professor Sakharov en zijn vrouw. Ambassadeur Beretsky zelf was kort voor Nijpels, Eversdijk en Van der Hek arriveerde, vertrokken. De ontvangst op de ambassade nam dan ook maar een paar minuten in beslag. Gebeurd? Ze hebben helaas geweigerd de handtekeningen in ontvangst te nemen. Het commentaar wat we hebben gekregen is dat er vanuit de Sovjet-Unie opdracht is gegeven om dit soort petities niet ontvangst te nemen. We zullen dus nu gebruik moeten maken van de PTT om te proberen deze handtekeningen alsnog bij de leiding in het Kremlin te doen bezorgen. Hoe vindt u dat? Eenheden van het Indiase leger hebben een bestorming uitgevoerd op de Gouden Tempel van de Sikhs in Amritsar in de deelstaat Punjab. Bij de hevige gevechten zijn 250 Sikhs gedood en 54 doden aan de kant van het leger. De Gouden Tempel is het voornaamste heiligdom van de Sikhs. Militante Sikhs-groeperingen voeren al maandenlang een bloedige strijd voor meer politieke en religieuze zelfstandigheid voor de Punjab, waar de meeste Sikhs wonen. Ze hadden de Gouden Tempel tot een fort omgebouwd en een grote wapenvoorraad aangelegd. Behalve 300 doden zijn er bij de slag om de tempel ook honderden gewonden gevallen. Meer dan 400 Sikhs zijn gevangen genomen, of gaven zich over. Onder hen de gematigde Sikhs-leider Singh Longowal, rechts op deze foto. De extreme Sikhs-voorman Singh Bindranwale zou zich met zijn volgelingen nog steeds verschansen in de Gouden Tempel, waar de strijd zou voortduren. De voorverkiezingen in Californië hebben onverwacht een grote overwinning opgeleverd voor Gary Hart. Hij kan daardoor in de strijd blijven voor de benoeming tot presidentskandidaat van de Democraten. Hoe groot zijn kansen zijn is niet duidelijk, want de resultaten van Californië zijn nog niet bekend. Het weer half tot zwaar bewolkt en af en toe regen of motregen. Morgen enkele opklaringen, het eerst in het noorden. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden.
Goedenavond.